Vandaag doen we de pinpasroulette. Iedereen van ons heeft iets leuks bedacht om te gaan doen. En bij elke betaling die gedaan moet worden, wordt er één van onze pinpassen willekeurig getrokken. En diegene is de Sjaak. Die moet hem betalen. Ik zit vol met stress en dat moet eruit gekneden worden door kleine Thaise vrouwtjes. Mag het ook door mij? Ja. Doe maar. Yes, yes, yes. Ik stel voor dat we meteen beginnen. Ik ben altijd heel bang dat ik hier een stijve krijg. Echt waar? Maar Roel, even een vraagje. Ja. Jij hebt dit georganiseerd, deze activiteit. Is het met happy ending? Nee, dat doen ze tegenwoordig, doen ze dat nooit meer. De happy ending, dat doen ze natuurlijk. Okay. Wat gaan we precies doen? We krijgen een massage. We krijgen een massage, wij gaan echt helemaal niks. Alle vijf krijgen we een massage. Ja. Eén zomeravond met jou, daarvan lig ik te dromen. Eén zomeravond met jou. Hou je in? No, you can go harder. Ik word hier gespankt. Oh yes, daddy. Het is called bankzitters. Look it up. Subscribe en like. Donderdag spoelde de potvis aan op het strand van Vlieland. Het dier was niet meer te redden en is overleden. Matte, ben je niet jaloers dat jij mij niet mag masseren? Niet echt. Dat is toevallig, want ik heb dat dus andersom ook niet. Robbie kreeg net te horen dat zijn lichaam niet goed is. Mijn linker heupen hoger is dan mijn rechter. En toen trok ze mijn broek naar beneden. Dat is toch altijd even schrikken. Jullie hebben allemaal nog een handdoekopje. Die is bij mij inmiddels gesneuveld. Echt waar? Ja. Hey, mag ik deze beelden hebben, zodat ik die aan mijn vriendin kan laten zien? Nee. Oh. Zo. Ik heb het gevoel dat ze dadelijk twee keer drukt en dan ik gewoon. Maar Rob, lig jij nu zonder onderbroek? Nee, ik heb wel een onderbroek aan. Oh. Maar ze trokken hem een beetje naar beneden. Oké. Wij liggen hier wel zonder. Nee, maar soms dan druk ze op die... Ik ga kijken pot, ontspan ik toch niet? Oh, drukken. Volgens mij is Matt in slaap gevallen. Ik heb hem nog niet gehoord. Die is een soort shock dat hij aangeraakt wordt. Ja hoor. Ja, dat voel ik. Ja. Ja, dit is lekker zeg. Mijn dikke hoofd was niet in haar gehad. Ja. Hey. Maar abonneer even. Bij mijn vriendin thuis doet het meer pijn, maar die heeft misschien ook meer wrok tegen mij. Al die stress die wij ervaren, hartstikke de weg. Ja, zodat je straks de rekening moet betalen. Het is echt een lelijk plekje. Pak hem maar aan. Je bezemt en zwabbert over vieze tegels en het sop komt op de grond. Ik voel wel snel afgelopen eigenlijk. Volgende week gaan we gewoon lekker weer. Maar nu het grote moment, hè mensen. Betalen! Ik denk dat dit mijn meest favoriete half uur ooit was van bankzittersopname. Ja, ik zit nu nog in een soort heerlijke, totale oase van rust. Ja, het zou dan jammer zijn uitgetrokken worden, ja, dat je moet betalen. Ja, dat zou heel vervelend worden. Oké, okay, so, how much was this? 185. Okay. One of us is going to pay and you can decide, but you don't know the face. Spoedig. Heb jij dat wel, Milo? Ja, Milo. Heb jij dat wel? Nee, deze lukt nog wel. Het moet niet de standaard van de dag worden. Can you make it 200. Doe wel lang, Milo. Hij is goed. Als dit de schade van de dag zou zijn, zou ik prima vinden. Maar we moeten nog vier opdrachten. Op naar de volgende? Ja, we gaan naar de volgende. Milo, had jij ook dat die op een gegeven moment dat ze met heel de vinger zo in je kont? Ja, ik had dat ook, ja. Had jij dat ook? Ja. Het begon met dat nagelriempje. heel zorgvuldig. Echt op de goede plek vinden. Maar op een gegeven moment, twee vingers, drie, dacht ik, nou, nu is het mooi geweest. Zet je maar even. Maar toch met die olie erbij wordt het toch minder erg als dan die hele vuist verdwijnt. Deze dat bij jullie vanzelf. Ik moest echt nadrukkelijk om vragen. Ja, te veel. Ja, man. Wij zijn helemaal fris, maar de oudjes... Ja, misschien kan ik een nieuwe onderbroek kopen, want er staat zo'n gat bij mij achterop. Ja, leuk. Ik vind dat jullie afvallen voor deze opdracht, want jullie hebben al keiharde kleding aan. Oké, bankzitters.nl. Harder dan dit wordt het niet. En dan dit, hier om 1 miljoen, triljard, 1000 euro. Leg even uit wat je wilt doen. Goed, ik heb hier 5 enveloppen en onze hoofden zitten hierin. Want ja, we gaan voor 1 iemand en Chachi outfit kan bij 1 Westfidesz. Ah, de Westfidesz. Leuk. Maar degene die we dus nu loten, die hoeft niet per se te betalen. Nee, dat betalen komt achteraf. Dat betalen komt pas achteraf, maar het kan dus zijn
zijn, stel... In een heel ongunstig geval. Pakken we jou. Dat betekent dat we voor jou een frisse outfit hebben. Ja, ja, mooi. Maar stel, we kiezen een outfit van echt heel veel geld. Ja. Dan kan het dus zo zijn dat Milo ons nog moet betalen. Oh ja, kut zo. Zijn we klaar om het hoofd te pakken? Ja. Ik wil nog even wachten. Dat was er nog even. 3 days later. Zijn we nu klaar voor? Ja, ja, ja. Rob pak. Oké. Ja, ik pak zichzelf 100%. Als je zichzelf pakt, is het ook zo kut. Nee. Dit is zo kut. Nee! Dit is zo kut! Ga je een beetje inhouden of niet? Natuurlijk niet! This is my day! Dit is helemaal niet gek. En op de achterkant? Bronzig. Het is niet duidelijk waarvan het is. Ik vind dit niet mooi. Kijk, dit vind ik mooi. Dit is mooi. Kledingadvies van FIFA Losse Fio. Zijn we ready voor het mode-icoon van dit jaar? Nou, staat hier rechts van me. Bruh. Oh, zo. Ik vind die broek dus echt vet. Ik heb ook nog wat voor jou gezien. Kun je die, want die trui vind ik niet zo. Probeer het wat anders is. Oké, is goed. Super. Hey, maar eerlijk, ja, ik vind het kleurenpalet vind ik wel mooi. Yo, ik ben Koen, man met de ketting. Ik heb een enorme grote Hollandse tulp. Slechts 1400. 1400? Dat is een kans dat je moet betalen. Ja, maar dat moet je helemaal niet. Nee. 1400 euro, dan moet je er een maand voor werken. Conclusie, broeken wordt het. Die bovenste, dan moet je nog even iets anders verzoeken. Zijn we klaar voor Stanley Cohen 3.0? Stanley Cohen. Kom maar op. Ja. Mag ik graag 1 kilo Zweedse balletjes? Je lijkt op een Minion, man. Zo ja! Die hebben toch ook van die blauwe... Ja. Ik vind het een doodharde outfit. Hoeveel kost het bij elkaar? 3K. Het is wel jammer dat ze jouw maan niet meer hadden, maar goed. Het gaat maar niet gebeuren dat ik zo meteen 3000 euro aflik zodat jij hierin kan lopen. Jawel. Ja, dat zou wel kunnen, dat deed ik. Nou mannen, je ziet hier dus een klein vlekje. Dus dat betekent, we krijgen korting. Hoeveel? 70%. Zei hij, ik ga het voor je proberen. 5%. Hoeveel is dat? 80 euro korting. Maar dat heb je dus geregeld voor degene die zo in de lul is. Stel, ik ben nu zelf een lul, dan haat ik mijn leven. En dan denken jullie, die van Milo is er nu uit? Nee, natuurlijk niet. Hoe is het? Dus ik weet niet of ik het red. Zal ik even kijken of ik dat op mijn betaalrekening heb staan? Nee, zeker niet. Moet je maar niet zo stunten met je plaat in elkaar. Ik kan nu gewoon weer gratis business class upgraden. Stoer. Dat is voor ons echt de ideale situatie. Zo, zit er lekker in, ja. Onze maat heeft een verse outfit en wij hebben die betaald. Stunten betaald, daar komt die al meteen. Hé, waar is Rob trouwens? Moet je wat rode getalletjes wegwerken? Hey, heb je geen big tip gegeven richting 3000? Of dacht je dat doe ik even niet? Big tip, nee. Hey, wie wil proberen met een beetje spuug om deze vlek weg te halen? Nou, ik vind dat mijn eer is. Ah joh, vies. Je mag eventjes je mond spoelen. Had je een bruine jas of een gele? Het werkt niet helemaal, maar goed, 80 euro wel waard. Zullen we naar de volgende opdracht? Misschien leuk als ik die nou ook moet betalen! Nou, dan doe je het ook weer. Dit is de opdracht. Mijn leven is! Lopen hier trouwens op straat mensen met deze. Ik kom gewoon iemand tegen die outfit al 30 jaar aan heeft en daardoor precies hetzelfde eruit ziet. Ah, man, loopt hier de godverdomme! We gaan nu zometeen even naar een slijterij met hele dure luxe drankflessen. Van hele grote. Dan gaan we gewoon met z'n allen een lekkere fles uitkiezen voor vanavond. Jij bent echt een beetje alcoholist geworden, hè? Nee, dat nog niet. Nog niet. Het duurt 13 dagen om een gewoonte in je leven in te bouwen. En hoe lang geleden ben jij gaan zuipen als Milo? 12. 12? Dat is wat de is het dan? Ik heb Mats water aan ze opgepakt even voor daar. Ik gooi hem ook nu in weg. Dit geloof ik. We maken even wat shots van buiten. Ja, dan gaan we de Milo laten doen. Ik ben een goede cameraman, hoor. Ik vind dat er hier onderin credits moeten zijn dat jij ze hebt geschoten. Ja. Wil je nou echt stop met deze vette beelden? Ja, voor. Zo. Nou, dat is groot. Het moet exclusief zijn. Deze fles is wel te klein voor mijn kontje, hoor. Kennen jullie die van Orson Welles? Nee. Het is wel heel mooi artistiek winkeltje. Hebben jullie wat moois op het oog, jongens? Ja. Niet allemaal met z'n allen meteen meisje. Dat wil ik eruit. Is dat de tequila? Pak maar die gewoon, jongens. De beste tequila. De beste tequila. Ja, die moeten we hebben, ja. Ik heb er zin, dan moet ook nog de beste citroen en dan zijn we... Oh, die heb ik hier staan. Als je die tequila gaat nemen, kan het natuurlijk in die super vette bankzitters short klaar. En waar kun je die kopen? Bankzitters.nl. Dit is echt niet Chris. Ja, mannen, dit wordt hem. Maar mag ik deze niet toch nog even bij? Wat is dit? Dit is wel echt heel triest. Wat is dit? Ik kom met die fles je vrouw slaan. Deze fles wordt het. Dan zijn we natuurlijk benieuwd wat de schade is. 260 euro voor een... Voor jullie, 2,26. Zo! Zo, mooi zeg! Daar kwam één iemand dan heel goed weg. 2,26. Ding! Nee! Oh, die gaat er. Yes! Twee keer, maat! Zal ik even iets leuks vertellen? Er is één iemand die vandaag gratis overleeft. Geweldig! Red je het nog, denk ik?
Ja, bedankt man. Echt. Minimaal één iemand gaat gratis de dag door. Zo. Betekent het feit dat ik dit heb afgerekend dat ik de hele fles maar opzuip? Nee. Oké. Okay. Ja, laat zien dat hij nog vol zit. Ja, hij is echt nog vol. Ik heb niet kijken, maar hij is echt nog vol. Ik heb zoveel zin om die bij jou vanavond op te drinken. Ja, het is goed. Hoezo is hij zo negatief? Ik heb er echt zin in. We zijn al van leven geruild, nu zijn we samen. Je hebt hele droge lippen, zal ik ze even nat maken? Ja. Nope. Zijn we misschien leuk vinden om mij samen lekker een hapje te eten? Samen, met z'n tweeën? Ja, ja, nee, maar dan nemen we de rest ook mee, want het volgende onderdeel. Lekker hapje eten. Jij mag kiezen, je hebt echt niet. Stel weer een eten voor. Ja, nou, toe. Wat een verrassing. Ik kom in een mandje. Ja. Dat hadden jullie echt niet verwacht. Jullie weten van mij, ik kan er lekker voor te prikken. Ik hou er ook van. Smaak. En gewoon ook een mooi prijsje. Heeft het ook niet erg wat zeer zat uiteraard. Ik heb een leuk plekje uitgezocht. Zullen we daar even aan die kant op? Ja, let's go. We gaan, let's go. Hallo? 20 nuggets met zoetzuur? Heel erg grappig. Milo. Gadverdamme, ja, dat is niet zo. Jongens, we zijn bij de Harbour Club. Woehoe. Is het niet even de Harbour Club dat het niet bij de haven ligt? Of telt dat niet? Doe nou niet zo moeilijk, jongen. Nee, het is toch heel leuk. Wil je lekker eten, lekker drinken. Je kan in je auto laten parkeren dat iemand hier werkt. Weet je wat leuk is? Wij staan hier met drie auto's. Dus degene die moet betalen is de eerste 67,50 al kwijt. Oké. Okay. Kom jongens, laten we naar binnen gaan. Ja, kom, we gaan even eten. Oké, mensen, we zijn gezetteld. Heerlijk tafeltje. Dat is een goed tafeltje. Doe even een poosje. Niet alcoholisch, want... Want de keer die open de naam. Dit is 0.0. Ja, ja. En we hebben nu het nu. En ik moet zeggen, het valt niet mee qua prijzen. Milo, heb je trek? Ik heb zo'n gruwelijke honger. Ik zie je hier staan voor jou. Bij meat en dan helemaal onderaan. Ja, die heb ik ook gezien. Ja, die heb ik ook gezien. 23k met rib-eye 300. Ga je die echt bestellen? Ja, ja, ja. Als we die allemaal bestellen, zijn we gewoon 4. De kans dat ik nu nog een keer de bunker kom is natuurlijk 1,50. Dan mag ik, ja, maar neem hem ook, neem hem ook, neem hem gerust. Die 1,50 kans durf ik best aan. Ik pak hem door, sowieso. Ik neem denk ik een hamburger. Hey, maar jij zit niet voor Louis hier. Ja, goed, ik mag mijn jas er niet uit voor jullie. Wie vindt dat ik mijn jas uit moet? Hij wil zelf ook aan. Hij ook niet eens zelf. En wie vindt dat ik mijn jas aan moet houden? Die gast van de bediening zei zo, dit is gewoon een normale rib-eye, maar dan met bladgoud, waardoor die echt 10 keer zo duur is. Hij zei gewoon, hij raadde eigenlijk zo van af om deze te nemen. En toch nou, Milo. Ik hoop zo dat Milo wegkomt. Dat je even deksel op de neus krijgt, Milo. Ik heb alle vertrouwen in dat mijn oranje pasje vandaag niet meer aan bod komt. Even een kleine food test. Smelt op den tong. Ik moet nog even één keer zeggen dat het smelt op den tong, want dat was zo'n mooie quote, zo'n one-liner, weet je? Smelt op den tong. We hebben nu een hele week te pakken goud, hè? Ik ben echt benieuwd hoe het smaakt, of dat een soort kokosbrood is. Gadverdamme. Hoeft het niet. Dus het is echt 300 euro voor lucht. Wil je een stukje van dit proeven? Ja, 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 ja. Ik ben echt heel. Hij zit er ook te bunkeren, jongen. Dat is 105 euro is dit. En dan krijgen we alles. En heel veel ijs ook trouwens. Dit is belangrijk dat je ervan geniet. Oh. Als we hem oprennen. Dat is een trapje hierin. Het is moeilijk dat ik dit dus rustig eten en dan weet je er wat niet. Ja. Ik ben dik. Hé, hey, Matt, ik wil wel graag zien hoe jij de kreeften ontleedt. Nee, dat ga ik echt niet doen. Nee, ik ga dat niet doen. Nee, we gaan niet de kreeft lopen bakken. Dat gaan we gewoon echt niet doen. Ja, scheet. Ja, klopt. Ik zou zeggen, ik ben weer scheet. Ik ben weer. Hey, vonden jullie niet met die dingen dat er een... Jongens, we zijn zo goed als uitgegeten, alles is eigenlijk op. Zo. Behalve dit potje, er zit nog best wel veel... Nee, maar leeklepel. Nee, dat kan niet. Hoeveel was die hap? Ik denk op een half 50 euro. Hoeveel kost een potje? Ja, de 130. Veel over een stuk vlees wat je bij kippie kan halen. Het zou echt terecht zijn als jij het bent. Ja, jij probeert dus je vrienden te beflikkeren hier. Omdat is mijn man wel het beflikker. Het is uitgegeten, toch? Nee, gaan we niet. Nou, weet je hoe die kapperzaak naast de massagesalon heet waar we vroeger waren? Kapperazzi. Echt zo. Dat is grappig. Er ligt hier nog wat. En normaal zou ik nu voor de grap dit opsnuiten, maar dit is echt heel scherp zout. Dat ga ik echt niet doen. Nee, ik doe de camera maar uit. Ik ga echt niet zout in mijn neus snuiten. Dan ga ik echt dood van de pijn. Ik doe de camera weg. En dat heb je dan toch gedaan? Ja. Hey, het is niet zo'n grote punt als ik had gehoopt. Ik hoopte echt dat wij samen gewoon één wet velvet paard zouden hebben, omdat we van 5 stukken willen. Hallo. En dat bolletje zeker in één keer in je kamer, zo meteen die ijsbol. Great freeze.
Nilo, smaakt jouw ijs lekker? Ja. Een hapje proeven. Ja, wil je hapje proeven? Ik wil een hapje van je ijs proeven. Godverdamme. Ja, lekker, neem ik een hapje ijs. We zijn ook al gekust, hè? Nou jongens, we gaan er weer van genieten. Deze rekening gaat niet tegenvallen, want het dessert was ook gewoon weer 100 euro betaald. Milo is zo de lul. Ik weet zeker dat Milo moet betalen. Ik weet gewoon zeker. Hallo, ik ben Koen. Ik ben niet Koen. Ik ben niet Koen. Hallo. We hebben lekker gegeten. We hebben heerlijk gegeten, heerlijk gedronken. We hebben de pinpas en we hebben de bom. En we gaan nu kijken wat we gaan nu kijken wat de schade is. Zijn je klaar voor? Nee. Gokje? Ik denk 800. 850. 934,60 euro. Ik wilde 900 zeggen, maar als Rob zo specifiek is, dan... Had ik er niet goed gekeken. Oh mijn god. Dit is echt ongelooflijk teringdom. Oh. Wij zijn gratis. Kom, dan neem ik even een paar. Maar wij zijn net aan het filmen. Denken zij niet dat wij een video opmaken dat we gaan wegrennen ofzo? De gold ribeye van 300 euro. Dat was trouwens onbegrepen. Ja, klopt wel. Die heb ik al genomen, maar dat is niet alleen mijn schot natuurlijk. Dat is dus maar één... Wat een hele fucking bron houden. Dat had ik in elk ander restaurant ook gehad, denk ik. Ja, dat heb je wel een punt. Ik denk dat we er 1000 van moeten maken. 1000 euro en mijn hamburger was 26 euro. Ik ga het zelfs niet betalen, want dat kan ik helemaal niet. Milo, schud maar even. Op volle snelheid merk je het haast niet, maar het is net genoeg om te zorgen dat die ene kaart wat meer opvalt. Je pakt nooit een die dezelfde achtergrondkleur als een bordje. Ik vind het zo mooi dat jij je zakelijke pasta gaat leggen. Dat vind ik echt grappig. Ja, jij mag gaan kiezen. Ja. Yes. Maak er maar 1000 van. Maak er maar 1000 van. Wat een feest. Feest van deze geen pincode opzoeken. 6 hours later. Uh-oh. Heb ik niet meer. Deze komt wel even binnen, moet ik zeggen. Gaan we door naar onze laatste activiteit? Ja, ik heb nog iets leuks voor jullie, Petter. Kom mee, man, kom mee. Mannen, life is racing en racing is life. Cars are dreams en dreams are cars. Ze zeggen het vanuit, ja, deze. Er gaat één iemand rijden en dan mag iemand mee en de andere drie hebben echt... Dus even helemaal opnieuw, hype hem gewoon iets meer op. Ja. Oh, we gaan rijden in een echte supercar! Oh my god! Wat is dit voor Sesamstraat stukje dit? Ik vind dat rijden in een supercar heel leuk, maar als ik naast Milo zit, dan twijfel ik echt om mee te gaan. Ja, want het is zo dat één iemand mag rijden en één iemand gaat als bijrijder mee en de andere drie hebben moet echt moet ik dan met Milo mee? Ja, je moet als bijrijder wel mee, zeg maar. Weet je hoe pijnlijk het is? Dat is mij niet overkomen afgelopen week. Als je tegen een stoeprandje aanrijdt en je hoort echt boem! Gewoon echt keihard. En, zo... en je hoort dat dan met die Lambo die we nu krijgen. Mag ik dat al zeggen dat het een Lambo is? Nee, je hebt het al gezegd volgens mij. Ja. Het eerste koppie is dus degene die mee mag rijden. Dat is een soort van niet... Ja, ik weet het niet. Ja, ik weet het niet. Ik vind dat Milo mag pakken. Ja. Oh, ik wil echt geen bijrijden. 3, 2, 1, go! Oh. Wil jij dan kiezen wie jouw chauffeur wordt voor de dag? Milo, heb ik echt een tering gestresste dag, jongen. Dag. Deze neem ik. 3, 2, 1. Nee! Nee! Ja. Oh, dat is een leuk man. Weet je wat ik zo het allermooiste vind? Ik mag rijden, Matt naast me en Milo betaalt. Nee, helemaal niet. Vorige keer, toen ik ging springen uit het vliegtuig, waar ik toen bijna dood ging, hadden ze een groepsknuffel. Maar dit is natuurlijk veel gevaarlijker. Zullen we toch even een groepsknuffel doen? Nee. Kijk maar, daar gaat hij instappen hoor. Maar toch, bij hem klopt het plaatje wel weer of zo. Hij heeft dat al 100 keer gedaan. Een klein kind met speelgoed, maar het is natuurlijk ook gewoon een klein kind met speelgoed. Ja. Zo! Wat zijn we? Breken even? Ik kan brullen met dat beetje. Jongens, we gaan! Let's go! Zo maken we eindelijk vrienden, weet je wel. Voel je dit, vind je het vet? Ja, ik vind het wel vet. En mijn stuurtje en mijn handje stuurtje. Hey, let op. Zo, sportstandje. Ja bro, je bent gek in de woonwijk. Oké, knallen met dat ding, hè. Oh, politie. Dat was echt politie, ja, dat was politie. Oh, hij draait om, hij keert. Je wordt aangehouden, hier is de politie, hè. Ja, dat zeker. Ja, klopt, ja. Besef hoe pauper het is om dat te doen. Je kunt gewoon zien dat hij gehuurd is, dat hij niet van mij is. Ik voel me eerder kut in de deel dan ik met mezelf echt gaaf. Oké, ik vind het wel gaaf, ja. Wat was dat? Was dat nou weer nodig? Het is 10 minuten stil van stoplicht. Een mooie molen trouwens. Kijk een beetje in genieten van de Nederlandse cultuur. Cultuur. What the fuck? Ik was aan het headbangen. What is love? Baby, don't
Wat zijn dat je maagden zijn we ook, zeg. Zo, wat zijn wij dus dat je maagden. Oké, we halen hem in. Oké, daar komt een bocht aan, malle klies. Dit slaat nergens op. God geleren, zeg hé. Meisje. Ja, mannen. Wat was het een beetje? Je leeft nog. Hoe was het? Ja, toch fucking. Ik zat dichter bij een soort van het snoep, en ik mocht het niet aanraken, weet je wel. Vond je het eng om daarnaast te zitten? Nee, ja, ik kan overdrijven. Ik had alle vertrouwen. Ja, maar je hebt wel fucking geschreeuwd als een klein meisje. Nee, maar het was echt vet dus. Het was fucking vet. Oké, het maakt niet uit, want het moet wel betaald worden. Ja. Ja. Heb ik helemaal niet meer stilgestaan. Ja, maar je kan gewoon betalen. Wat is de schade? Ja, de schade was, even kijken. De ruit, de rechtervoorwiel. €2.500 Zou je dat het waard hebben gevonden? Stel, jij moet het nu betalen. Ja, absoluut. Je hebt veel aan bekijks van vrouwen. Oké, ja, dat weet je even goed. Wat zeg jij dan? Niks. Kom je erbij stopstaan dan? Want ik moet ook even nog trek en trace naar kijken. Trek en trace op. Ga gewoon voor de eerste. Ja! 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 Oké. Jij moet helemaal op zoeken. Mag ik even een momentje? Ik heb niet eens rekening. Nee, dat zit te wachten binnen. Ja, maar, dan kan ik die rekening. Even. Milo, dankjewel. Je hebt ook een leuke dag gehad, hè? Bien! Ik heb gewoon voor 3 van de 5 dingen betaald. Ja, nou, kom maar dan. Ik ga deze wel. Ja. Nou, stond er nog op. Ik kan hem gewoon weggooien. Maar ja, ik kan hem weggooien. Zo, hoe kom je aan het geld? Ja, ik sta nu zwaar in het rood. Zo, en dan is dit de eindstand van vandaag. Mattie en ik. De brilstand met 0 en volgens mij net bovenaan, ondanks 3 keer betalen, toch Robby! Hey Rob, shout-out naar jou. Ja, je ziet er goed uit, bro. Maar allebei gewonnen vandaag. Allebei gewonnen. Hey, de money boys. En toon naar mijn moeder! En toon naar Jozef! Gisteren zei mij zo. Boah, nou ja. Ja, maar dit is wel de overtreffende trap. Nee, maar niet. Sangaré. Ik ken hem niet. Ik denk dat hij een dikpik gestuurd heeft.